In de nacht van dinsdag 16 mei wordt een houtzagerij in Stadskanaal door een verwoestende brand volledig in de as gelegd. Op deze beelden zien we een fietser die vlak voor het ontstaan van de brand het pand betreedt. Om 1 minuut over 2 s'nachts zien we de fietser voor het eerst in beeld in de omgeving van de houtzagerij. Eerst rijdt de fietser voorbij het pand, hier linksboven in beeld, maar uiteindelijk keert de verdachte om, het terrein op. De fietser staat even voor de ingang en gaat het pand in. De verdachte verlaat het pand weer en gaat kort daarna opnieuw naar binnen. Nog geen 5 minuten nadat de verdachte het pand verlaat, zien we op de camera de vlammen in het pand ontstaan. Om 20 voor 2 arriveert de brandweer, maar bluswerkzaamheden kunnen niet meer voorkomen dat het pand volledig afbrandt. De beelden van de verdachte zijn niet heel scherp, maar we hopen dat iemand de fietser toch herkent. Dat kan bijvoorbeeld aan de manier waarop de verdachte wat gebogen op de fiets zit. Of de fiets met fietstassen zelf, of de kleding van de verdachte. Het lijkt erop dat de fietser een hoofddeksel draagt. Wie weet wie we zoeken? Bel de opsporingstiplijn met je informatie. 0800 60 70. Anoniem tips delen kan natuurlijk ook. Bel daarvoor Meld Misdaad Anoniem. 0800 7000.